Ik ben een ballerina. Mijn hele leven draait maar om één ding. Dansen. Mijn lichaam is zo gefocust tijdens het dansen dat heel de wereld langs me heen gaat. Dansen is een passie. Een emotie. Een gevoel. Een gevoel wat maar met één woord te omschrijven is. Magisch. Pascale is een ballerina van het Nederlands Nationaal Ballet. Dit gezelschap behoort tot de beste van de wereld. Hierbij is maar plek voor 40 meisjes. Erg bijzonder dus dat Pascale hier één van is. Om zo daar mijn werk te moeten elke dag is gewoon heel erg gaaf. Want ik kan soms niet geloven dat dit gewoon echt mijn werk is. En dat ik hier mag dansen in dit mooie theater. En ik ben ontzettend trots dat ik hier mag dansen. Morgen zal Pascale een bijzondere rol spelen in een voorstelling in Den Haag. Deze heeft ze nog nooit eerder gedaan en is hiervoor dus hard aan het trainen. Dat is al vanaf mijn tiende moet je elke dag proberen zo perfect mogelijk te zijn. En dat is zwaar en dat is soms ook wel eens lastig als je je ochtend een keer niet hebt en dat je dan toch moet presteren. En die druk is ongelooflijk moeilijk af en toe. Eigenlijk is de bar al, dus dat als we aan die stok staan, is het al zwaar, want je maakt jezelf helemaal warm en je gaat in één tempo door eigenlijk. Dus een beetje conditiewerk ook. En uiteindelijk zijn alle oefeningen achter elkaar gewoon zwaar voor je lichaam. Je eindigt met grote sprongen, dus dat is qua spierkracht ook het heftigste. Binnen een gezelschap heeft iedere ballerina een eigen plek. Met als hoogst haalbare de eerste rang, de soliste. Dit betekent altijd de hoofdrol in een voorstelling. Pascale heeft die positie nog niet bereikt en danst een aantal rangen lager dan de solisten. Ik blijf een van mijn lievelingsballen dus. Dit is het Zwanemeer, ja. Het zijn alle twee eerste solisten. Ze zitten echt aan de top. Ze zijn alle twee wel een van mijn favorieten. Dit is het liefst wat ik zou willen doen. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. En dat ga ik zeker wel. Ik ga het wel nastreven. Ja. Vaak is het op de balletscholen ook zo dat de dunste en de meisjes met het mooiste fysiek krijgen het meeste aandacht als ze daar getalenteerd zijn. Toch ergens vinden de leerkrachten het ook fijn als iemand dun is, want als iemand gewoon te zwaar is, dan klopt dat plaatje niet. En een plaatje bij een ballerina is gewoon heel erg belangrijk, buiten natuurlijk techniek om natuurlijk ook en gevoel voor dans, maar het plaatje is ook heel belangrijk. Dus ja, daar struggelen heel veel jonge meisjes mee, denk ik. Ik heb vroeger, toen ik jong was, toen ik in de puberteit kwam, ook hartstikke problemen gehad met eten. Ik wilde altijd in mijn hoofd die broodmagere ballerina zijn. En eigenlijk heb ik 8 jaar lang bulimia gehad. En dat is eigenlijk een van de rotste periodes in mijn leven. Ja. Dat was gewoon het mindere gedeelte. En dat hoort er natuurlijk niet altijd bij, maar dat gebeurt helaas wel veel bij meerdere meisjes, dat ze een eetprobleem krijgen en dan zichzelf niet veel goeds aan doen. Thank you. Welcome. Vanavond speelt Pascale een speciale rol in de voorstelling van Romeo en Julia. Hiervoor heeft ze nu nog een laatste repetitie. De repetitie voor vandaag die wordt geleid door Judy.
Judy is een van de meest belangrijke balletmeesters in het gezelschap. Pascal, she's very versatile. She does all the classical rap and then the more contemporary rap and certainly a lot of Hans Romanen. She's a very versatile dancer. Yeah. De voorstelling van vanavond is spannend voor Pascal, want ze danst een rol die ze nog nooit eerder gedaan heeft. Het is wel een soort van concentratie die je hebt. Het is niet dat ik nu als soort van schoolreisje gewoon lekker naar Den Haag ga. Het is wel, je gaat wel werken, je gaat wel optreden. En het is de eerste keer, dus moeten we even concentreren. Er is heel veel concurrentie, absoluut, want iedereen die bij ons in het gezelschap danst, die heeft echt moeten knokken om een plek hier bij ons te krijgen. Maar er zullen hopelijk nooit incidenten gebeuren zoals in Black Swan. Ik heb een kleine blaar op mijn hiel zitten, dat doet in ieder geval pijn, dus ik doe even wat tape eroverheen. Maar dat hoort er wel bij, ja. Nu voel ik er niks meer van, maar als de blaar heel erg geworden is, dan heb ik er wel last van, ja. Soms kan het wel ook wel zo erg zijn dat je niet eens kan dansen. Oké, dance is 5 minutes. Thank you, 5 minutes. Als er iets belangrijks komt, dan word ik toch wel heel zenuwachtig, maar toch op een goede manier, want het helpt mij wel om te focussen. Je kan natuurlijk vallen, je kan de stappen vergeten, maar in principe moet dat geen probleem zijn. Dus ik doe altijd wel een soort van eventjes goed gebedje. Ik geloof wel als je een goed mens bent, dat goede dingen naar je toe komen. Nou, nu gaan we het afdoen. Als ik in de spotlight sta, op het toneel, dan geniet ik volop. Want dat is een van de mooiste momenten die je kan hebben eigenlijk in het balletleven. Op het toneel staan en voor een publiek mogen dansen. Dansen kan me heel gelukkig maken, dansen kan me heel verdrietig maken, maar ik kan wel mijn gevoel erin kwijt en dat is voor mij heel belangrijk. En dat heb ik altijd al gekund en daardoor ben ik er denk ik uiteindelijk ook hier terecht gekomen omdat ik alles voor dansen over had en alles in het dansen gaf wat ik had. En ik denk als mensen zo gefocust zijn dat ze heel veel dingen kunnen overwinnen waar andere mensen misschien niet in geloven.